Na speelronde 26 is het gat tussen de huidige nummer 1 PSV en de regerend landskampioen, let op, 26 punten. Welkom bij FC Afkikken. Dat betekent dat we een uurtje gaan terugblikken op de Eredivisie. En dan doen we met oud-profvoetballer Kees Kwakman, Fabian van der Poel en Jean-Paul Rizon. Het was een gedenkwaardige week. Jean-Paul. In welk opzicht, Niel? We hebben afscheid moeten nemen van twee spelers. Eentje voetbalt nog door, maar komt niet meer uit voor Oranje. En de andere stopt per direct voor het andere Oranje. Ja. Lars omschreef het mooi, hè, Twitter. Ja, vond je het mooi? Ik vond het wel grappig. Okay. Nou, eerst met degene die het meest voor Oranje heeft gespeeld, het echte Kees. Oranje. Ja. Wesley Sneijder? Ja. Verrast door het nieuws? Nee, verrast totaal niet. Ik vind het wel dat het Koeman ziet dat hij erheen is gegaan en dat hij dat gewoon heeft uitgelegd en gezegd van ja, we moeten door. Heel simpel. En ik denk dat Sneijder dat zelf ook wel begrijpt. Het was bij Nissan niet meer om over te houden en nu speelt hij natuurlijk in helemaal een Mickey Mouse competitie, waar hij het overigens wel heel leuk doet. Ik zie regelmatig mooie beelden voorbij komen. Ja. Maar ja, daar kan je toch alleen maar respect voor hebben. Ja, ik zit, grootheid in Nederlands voetbal. Ja, absoluut. En herinner jij zijn debuut nog? Niet zo direct. Was tegen Portugal, toch? Ja, nee, maar een keer op Koninginnedag, dacht ik. Nee, maar het was meer dat ik dacht dat eigenlijk zijn echte doorbraak in Oranje was Schotland thuis, toch? Zo, ja. Playoffs. Ja, natuurlijk. Ja. Die 1-0 dat ze uit verloren en dat hij toen thuis was niet fantastisch. Ja. Met die 6-0. 6-0 of zo. Herinner jij nog het debuut van Kees Kwakman? Het debuut van Kees Kwakman? Ja. Goeie foto, jongens. Jezus. Was Cambuur uit, dacht ik. Maar, thuis, hè? Is hij zelf snel vergeten? Dus een jaar nadat Sneijder debuteerde voor Oranje, debuteerde Kees in de betaalde voetbal. Dat was een vrij onopvallend debuut, jongens. Ja? Ja. Mijn officieuze debuut was tegen RK Des. Dat was een tweede klasser. Dinsdag na kermis. Kudelstaart? Ja, Kudelstaart. Mochten Jack Tuyp en ik mee. En toen verloren we met 2-1. Niet? Ja. Oké. Okay. En daar hebben ze het bij RK Des nog over schijnt. En mijn officieuze debuut was maar, tegen Ja, hij heeft wel... In ieder geval, als je kijkt naar het rijtje clubs, fantastisch rijtje. Je hebt in Duitsland, Zuid-Afrika gevoetbald, Europees voetbal gespeeld. Heb je het maximaal eruit gehaald? Ja, denk ik wel. Ja, absoluut. Uiteindelijk, ja. Weet je, met de kennis en de... Dat zei ik vanochtend ook al toen ik bij Kees zat. Ik denk dat als je nu 2021 bent, dat je wel veel meer kans hebt om beter te worden. Om nog verder te komen. Omdat er zoveel meer kennis is en... weet je, toen wisten wij helemaal niks over voeding en over extra trainingen en over je hebt nu allemaal gegevens die je krijgt als je te hard traint of als je te zacht traint en toen was dat allemaal niet zo. Dus ik denk dat ook later ben ik pas veel serieuzer nog geworden, zeg maar, met allerlei extra dingen erbij. Ja, ik denk als ik dat vanaf dag 1 had gedaan en ook wat meer de Dirk Kuyt mentaliteit had gehad, dat ik dan verder had kunnen komen. Maar ja, goed, op deze manier is het uiteindelijk wel gewoon... En je blijft actief in het voetbal, niet meer op een andere manier alleen, toch? Ik hoorde dat je vanochtend had gesolliciteerd bij... Bij Kees, ja. Je moet toch af en toe een balletje op gooien. En hoeft de naam... Hij zegt elk jaar dat hij volgens mij dat zijn laatste is, maar het gaat er gebeuren. Trouwens, er komt er gelijk een vraag voor je binnen. Kees, krijg je nu al je pensioen of moet je daar nog 30 jaar op wachten? Ja, wat denk jij? Krijg je het nu al? Nee, natuurlijk moet je wachten. 67, toch? Nee, maar het voetbal... De voetbalpensioen. Ja, dat CFK, ja, dat kan je in laten gaan. Dat mag je 3 jaar mag je dat laten wachten. Okay. Dus je kan het in laten gaan wanneer je wil. Oké, okay. Dus ja. Goed. Ook leuker dat iemand dat gelijk wil weten van je. Ja, de volgende vraag is hoeveel zit erin waarschijnlijk? Nee. Volgens mij is er iemand die nog geld van je krijgt. Of Kees nu dat eindelijk kan betalen. Ja, goed. Nou ja, het is jammer dat we... Dat was mijn eerste gedachte toen jij bekend maakte te stoppen. Nee, dat het op zo'n manier moet eindigen. Dat is het met Telstra uit.
Ja, klopt. Maar goed, meestal stop je niet na een goed moment. Want de weken maar voor... je, niet een goed moment, maar dit is ook natuurlijk wel het andere uitstel. Ja, ja, precies. Maar goed, als dit niet gebeurd was, had ik waarschijnlijk niet gestopt. En ik denk dat dit gewoon het beste is. Dus dan had je waarschijnlijk, zoals de weken voor, dan wonnen we. Maar als je dan heel goed op mij had gelet, zag je ook al dat het eigenlijk niet ging. Maar de tegenstander was toen zo slecht. Want iemand heeft het op Twitter gezet, toch? Ja, en toen tegen Telstar inderdaad. Ja. Toen twitterde iemand inderdaad tijdens de wedstrijd. Die van, zei, dit is het einde van Kees Kwakman. Volgens mij is dit zijn laatste wedstrijd, want hoe ik hem nu erbij zie lopen en zie spelen, dat het gaat niet. En hij, die jongen bedriegt niet, hè? Ja, en die jongen had helemaal gelijk. Dus ja. Maar goed, dan heb je nu dus alle tijd om je op je nieuwe functie te gaan richten. Want we gaan je steeds meer zien. Vrouw is er heel blij mee dat ik het hele weekend niet ben. Dus die ziet me nu nog minder. Nou, dan vandaag ben je dan bij de tafel van Kees, maar dan heb je tijd genoeg om voetbal te kijken. Vitesse Ajax, ja, neem ik aan. Heb ik veel gezien en een stukje van alles. Hè. Je had natuurlijk ook Barcelona Atletico Madrid. Ja. Dus maar dat viel tegen. Dat viel tegen. Maar ADO Sparta of Sparta ADO was ook niet echt heel veel. En een stukje van Zwolle VVV nog, ja, een beetje van alles. Maar wat vond je van Vitesse Ajax? Een terechte nederlaag voor Ajax. Zo simpel is. En ze gingen eigenlijk pas voetbal op het moment toen de wissels erin kwamen. Die brachten wel nieuw elan. Zowel Cachera als Younes vielen heel goed in, vond ik. En natuurlijk gingen ze toe anders spelen, opportunistischer met extra mensen voorin. Maar ja, dat was eigenlijk toen al te laat. Alhoewel ik eigenlijk nog wel het gevoel had steeds dat het nog gelijk kon worden. Omdat ze echt een fase hadden dat pas weer twee, drie keer moest redden. Maar ja, toen viel die 3-1 en toen was het wel over. Was het wel klaar. Fabian, als je dan vooraf weet, PSV wint overtuigend gisteren van FC Utrecht. Had je dan het gevoel dat Ajax vandaag weer het gat ging verkleinen? Of had je gewoon, heb je dat al weken niet meer bij Ajax, dat het een zekerheid is? Dat elke keer de druk steeds hoger wordt. En waardoor het een keer, die val moet een keer komen. En ja. Als je ziet hoe ze gaan, ze hebben zo weinig strijd voor mij. Ik zag Siem de Jong kop die wel verliezen bij de 3-1. Dat vond ik zo tekenend. Zo van, ik probeer het maar eigenlijk durf ik misschien niet te koppen. En ja, want die 3-1 was die kans van... Ja, die van Lintz, ja. Die Kasia terugkopte, ja. Ja, eigenlijk Kasia komt er terug. Maar als je ook ziet hoe Ziyech daar verdedigt. Ja, maar ja, die... Hij staat er. Die, ja. Nee, nou, het is geen verdediger. Nee, dat ben ik met je eens. Maar dan nog... Tuurlijk. Toen ik dat zag, dacht ik ook van... Jezus, staat bij een slecht verdediger. Maar dan zie je Ziyech, dan denk je ook... Ja, daar kan je niet verwachten dat hij eventjes... Die kan dat niet. Ik vind die 1-0 kan je Ziyech meer aanrekenen. Dat hij niet vooraf jaagt van wie we toch weten dat hij wel een harde schot heeft. En het is een beetje van kom maar. Ja. Kijk ook naar elkaar volgens mij. Van, heb jij misschien, kan jij misschien wegkoppen? Doe jij maar. Ja. Ja, doe jij het maar. En misschien doen we het allemaal niet. Nee, het is natuurlijk heel makkelijk oordelen. Voor mij was het gat toen Keizer wegging 5 punten. En nu is het 10 punten. Valt dat Ten Hag aan te rekenen, Kees? Ja, uiteraard, hij is ook verantwoordelijk, natuurlijk. En niet alles valt hem aan te rekenen. Dat zou heel gek zijn. Hij is natuurlijk ook net pas, eigenlijk. Dus hij is pas 2 maanden nu. Ja. Dus ja, het is ook weer niet zo raar dat hij zijn stempel nog niet helemaal heeft kunnen drukken. Maar ja, om nou te zeggen dat het alleen aan Ten Hag ligt, nee, natuurlijk niet. Er zijn ook gewoon jongens uit vorm. Ja. Zo simpel is het ook. Een groot aantal. Ja, een groot aantal wel. En Neres, die komt dan nog wel tot kansen ook. Ook vandaag weer. Maar Kluivert is het helemaal kwijt de laatste week. Ja, maar dan als mensen het kwijt zijn, ja, dan vind je dan ik, wel het vertrouwen blijven geven? Nee, want ik vond dat die vorige week veel te lang wachtte met wisselen. Ja. Younes, die mocht er voor mij 5 minuten voor tijd in. Die viel vandaag trouwens goed in. Dus, maar aan de andere kant is dat ook weer goed. Want dan zal Kluivert nu weer denken, hey, oké, ik moet weer scherper worden. Younes komt er weer aan, die wil natuurlijk het WK nog halen. Ja, dus aan de andere kant is dat ook wel weer goed voor een trainer dat andere jongens zich nu mengen. Ja. Maar dan moet je als trainer ook wel eens durven te zeggen... Ik haal Kluivert eruit. Ik haal Ziyech eruit. Ik haal... Schöne doet hij dan af en toe... Weet je, ik haal Veldman eruit. Die speelt er vandaag ook slecht. Ja, dan moet je dat ook eens gewoon doen om een signaal af te geven, vind ik. Maar ook Neres is natuurlijk in zekere zin wel helemaal kwijt. Als je ziet in hoe hij voor de winterstop, hoe bepalend hij was. Ik zag nog een statistiek in beeld bij Fox. Dat hij voor de winterstop was hij bij 17 goals betrokken. Goal of assist. Ja. Na de winter maar 1. Ja, dat... Ja. Ja, nee, helemaal eens. Fabian, stel je zou nu Ten Hag naar de wedstrijd een vraag hebben gesteld over het kampioenschap. En Ten Hag zegt dan, het is nog niet beslist. We kijken van week tot week. Op het einde zien we waar we staan. Hoe zou je dan reageren? Zeg je dit omdat je dat vindt dat je dit moet zeggen? Ja. Maar is het geloofwaardig? Ja, ik kan het hem niet kwalijk nemen dat hij het zegt. Ik denk dat je als Ajax-trainer altijd het gevoel hebt dat je moet zeggen...
dat je kans maakt dat puur gewoon beroepsdeformatie is. Ja. Waar ik vooral moe van word, is dat gelul van als we alles winnen, worden we kampioen. Als je zeven verdachten, weet je dat vorige week. Ik denk van waarom? Dat is niet zo. Zeg het dan niet. Ja, dan kan de trainer van Utrecht het ook wel roepen. Of AZ. Ja, het slaat toch nergens op. Het is ook een spel tussen de journalisten en spelers. Journalisten stellen vragen waarvan ze het antwoord eigenlijk al weten. Ja. De vraag is dan, moet je die vraag stellen? Ja. En dan kun je zeggen, ja, dat moet. Maar dan weet je ook wat het antwoord is. En het antwoord. Waar kies jij liever voor? Nou ja, ik heb ook dat soort vragen gesteld. Want het is ook vaak soms als je daar staat, dat je bij jezelf, volgende vraag, dan weet je het even niet. Hè? Of iets loopt anders dan je wil. Ja. Maar over het algemeen zijn het inkoppers. Ja, en moet je elke keer naar de pijnlijke bekende weg vragen. Ook met Veldman was het bij NOS volgens mij. Ja, en die weet dan ook niet echt wat hij moet zeggen. Ja. En dan zegt hij van, laten we maar niet naar de eerste plek kijken. Nou, dat vond ik eigenlijk dat ik dacht van, nou ja. Het is ook gewoon, iedereen denkt dat, ja. En het is ook zo. Ja. En als hij nou zegt van, nee, totaal kansloos. Wat denk je dat de achterban van Ajax denkt? Goh, de motivatie is weg. Ja. Dan kan hij maar beter kritiek krijgen van mensen zoals wij die vinden. Maar het is wel grappig natuurlijk. Hij kreeg, het was geen aanvaring, maar hij reageerde wel zeer geïrriteerd richting Willem Vissers van de Volkskrant over het vertoonde spel. Die had het over dat hij misschien jongens moest gaan wisselen. Ja. Omdat ze al weken uit vorm zijn. En Ten Hag zei toe, dat klopt overal, dat ze twee weken terug tegen Zwolle gewoon nog heel goed speelden. En dat was ook zo. Toen hebben ze Zwolle echt in de moeilijkheidswedstrijd echt van de mat getikt. Daar hadden ze echt gewoon 3-4-0 moeten winnen. Maar goed, hij kan niet ontkennen natuurlijk. Ik mis dat dan wel een beetje bij Ten Hag soms. Je mag toch dus wel kritisch zijn op je team. Je hoeft je niet af te maken. Maar je mag toch ook gewoon, iedereen ziet toch dat het niet loopt. Het is toch helemaal niet erg om te zeggen van ja, we hebben het over Siem de Jong. Hij heeft vorige week naar vermogen gespeeld, zegt hij dan. Denk, ja, je kan toch ook zeggen dat het niet zo best was? Dat vond ik wel. Hij zei voor de wedstrijd, de reden was dan dat Siem de Jong, die weet hoe hij in een kampioensrace speelt. Ja. Dat was een reden om hem op te stellen boven Cachera. En nou zeg ik niet dat Cachera dan, oké, je kan een keus maken, maar dan is dat dan dus een reden. Want Siem de Jong weet hoe een kampioensrace speelt. Dat was wel een andere Siem de Jong. Ja, een hele andere Siem de Jong. Dat is toch geen reden om een keuze te... Is het dan extra lekker voor die cachère dat hij hem vandaag binnenkopt? Had er nog twee kunnen maken, hoor, trouwens. Ja. Ja. Een goede kopbal wel, want hij had een man voor zich. Dat was niet zo makkelijk. Nee. Ik vraag me af Ten Hag gesproken of het wel eens kan zijn dat hij gewoon van het lijkt wel bij een andere voetbalplaneet komt. Dat hij met een totaal andere blik naar wedstrijden kijkt dan de gemiddelde. Maar dat hebben we natuurlijk heel vaak met Van Gaal ook gehad, hè? Ja, waardoor de vraag is, ja goed, je kunt er op, lijkt wel op meerdere manieren naar kijken, op een andere manier interpreteren. En hij blijft daar heel stug volhouden, dus misschien gelooft hij het wel echt. Maar dat is ook best wel moeilijk soms. En ik merk dat nu ik nou natuurlijk ook af en toe langs de lijn sta. Ja, op de andere kant. Ja, klopt. Ja. En dat heel veel spelers daar best wel moeite mee hebben. En spelers en trainers. Ik was laatst bij Heerenveen Roda en toen kwam eerst Ouassar. Die zei, nou, we hebben niks weggegeven. Ze hebben echt geen kans gehad. Toen kwam Schaars. Die zei, nou, we hebben 20 kansen gehad. En het lag er een beetje tussenin. Maar iets heel anders. En gisteren ook Van der Looy, weet je. En Rienstra zei ook gisteren van, het was niet eens zo slecht. Nou, het was echt slecht, Willem II. Ja. Dus het is best moeilijk om meteen na een wedstrijd ook in een emotie. Als trainer wil je het natuurlijk ook een beetje beschermen. Ja. Maar we moeten trouwens ook niet te lang af. Ken je Vitesse supporters? Ik heb een hele lijst hier. Nee, maar even serieus. Wat voor seizoen... Ja, maar als jij Vitesse-supporter bent, dan word je toch helemaal gek? Simpel. Die winnen, wat is het, 2-3 weken van Feyenoord. Die winnen nu 2 keer in het seizoen van Ajax. Ja, maar ja, die hoeven thuis tegen Feyenoord en Ajax een spel niet te maken in de topwedstrijden. Ja. En tegen Excelsior thuis moeten ze dat wel. En dan hebben ze moeite, wat logisch is. En tegen VVV... Precies hetzelfde, ja, toch? Dus dat is eigenlijk best wel simpel te verklaren. Alleen ja, het is wel een beetje frustrerend, denk ik, dat als je ze vandaag tegen Feyenoord... Je bent het toch ook wel eens, de intensiteit en hoe zij een wedstrijd ingaan tegen Ajax en Feyenoord is toch wel echt anders dan die wedstrijden tegen VVV en Excelsior, toch? Ja, maar ik denk wel dat het allermeest met gewoon hoe de wedstrijd verloopt te maken heeft. Dus wat de tegenstander ook doet. En Excelsior laat Vitesse aan de bal, weet je. En nu, dus dan heb je ook minder duels, bijvoorbeeld, om al een voorbeeld te geven. Nu... Ja, dus ik denk wel dat er mee te maken Freek Jans had trouwens een mooie conclusie voor mij. Die tweet hebben we hier. Vitesse Ajax 3-2, 10 punten achter. Nou, daar hebben we het over gehad. 175 miljoen eigen vermogen. 4 jaar op rij geen prijs. Ja, en er wordt natuurlijk, kijk, PSV is koplopen. En dat zijn ze meer dan terecht. Maar het is niet dat daar alles zo vlekkeloos gaat dit jaar. En ze hebben maar commentaar op alles en iedereen. Maar het gaat natuurlijk gewoon bij Ajax zelf mis. Ja. En dan wordt er gezegd van, ja, PSV heeft veel geluk. Ja.
Nou ja, daar irriteer ik me ook wel een beetje aan. Van ja, PSV, het is slecht. En misschien is het niet gewoon, maar het is net alsof die andere ploegen dan zo... Nee, zo kijk, alsof Ajax dan goed is. Ja. Kijk, AZ is eigenlijk de enige die redelijk constant... gisteren waren ze dan de tweede helft niet zo goed, maar die laten nog het beste voetbal zien, vind ik. Ja. Ja. Meest herkenbare voetbal ook. Ja, ook ja. En dat is ook niet altijd even goed... Maar dat is overal terugkerend goed. Ja. Toch? Ja. Altijd ja. Wel er in de zit wel echt een idee in, zeg maar. Bij Ajax is dat natuurlijk ook wel het idee om te zien... dat als de rechtsback de bal krijgt... dat de rest weet ook wat er moet gebeuren. Maar bij AZ zit er echt een lijn in. Dat iedereen precies weet van elkaar wie wat doet. En, het lijkt ook wel of AZ zo langzamerhand zo ertussen is geslopen met mooi voetbal. Omdat ze hebben de pretentie nooit gehad dat mooie voetbal willen spelen. En op de achtergrond van Ajax, PSV en Feyenoord... zijn ze langzaam zo omhoog gegaan. En ineens spelen ze... Sterren van hemel wil ik het niet noemen, maar het scheelt soms niet veel. Mm. Hoe erg geloofde jij gisteravond in een stunt van jouw FC Utrecht? 20 minuten was het, geloof ik. Ja. Nou, kijk, dat moeten we natuurlijk PSV nageven. Ze beginnen niet goed. Utrecht krijgt een paar kansen waar je bij PSV uit moet scoren. Maar daarna, na die 2-0, zijn ze geen moment meer in de problemen geweest. Nee. Echt niet. En sterker nog, we hadden bij Vlagen zomaar dat ik dacht voor Utrecht, van die moet oppassen, kan het zomaar een hoge uitslag worden. En dan moeten we dus inderdaad zeggen van ja, PSV, het is niet sprankelend, maar het is gewoon weer een oerdegelijke 3-0. Ja, ze geven een paar kansen weg. Nou, dat kunnen ze leiden dan. Ja. Maar, dus hoe erg geloofde ik in een stunt? Nou ja, je ziet Utrecht goed uit de startblokken komen, maar dat is heel vaak met ploegen bij PSV uit. Die laat je even denken dat je aardig meedoet. En natuurlijk zit er ook een brokje geluk bij, maar uiteindelijk was er gewoon helemaal niks op af te dingen. Een hele terechte zegen voor PSV. Ja, wat zie dan die extra kwaliteit dan van PSV in dit soort wedstrijden? De individuele kwaliteit die ze hebben en ook de ervaring. Ze hebben toch wel wat ervaring ook in het team. De jongens die weten wat ze kunnen, die twee achterin ook. Die Simat zie je ook bijna heel weinig gekke dingen meer doen. Ja. Schwab sowieso. Nou ja, ik vind er, en Zoet draait een heel goed seizoen. Heel stabiel vooral, ja, toch? Ja, klopt. Maar die heeft ze ook echt wel een aantal keren al gered, hoor. Dus ja, ik vind dat het op zich wel een team is wat precies weet wat ze kunnen. En de jongens wat beter gaan draaien. De jongens wat beter? Hebben die goal gezien, Kees? Te geloven, ja. Het is ook wel gelukt. Dat win je af, tuurlijk. Maar het is ook wel die eerste twee goals. Ja, die ene gaat via Leeuwin zijn rug erin. Ja. En dan die jongen omhaal, die maakt hij nooit meer. Ja, dat valt nu voor PSV gewoon allemaal even dit seizoen op. En het is niet één wedstrijd. Nee. Ja, het is meerdere wedstrijden. Dus dan is het ook niet alleen geluk. Maar ja, het zit ook niet tegen. Nou, kijk, het verschil tussen PSV en als ik dan even de wedstrijden van Utrecht tegen Utrecht erbij mag pakken, die ik natuurlijk van beide, zowel van PSV als Ajax 90 minuten heb gezien, dan is het niet zo dat, er wordt natuurlijk altijd gezegd van Utrecht tegen Ajax, dan kunnen ze wat extra's. Terwijl Utrecht heeft het verschil tussen van de wedstrijden tussen Utrecht-Ajax en Utrecht-PSV is niet zo overdreven groot. Het niveau dat Utrecht haalde. Nee, alleen PSV die speelde ook niet overdreven beter dan dat Ajax tegen Utrecht speelde. Maar die hebben wel gewoon als doelcijfer 10-1, weet je wel, over twee wedstrijden. En Ajax verliest er een en speelt er 1-0 gelijk. Ja. Ik denk dat Utrecht staat hier natuurlijk niet alleen in. Want PSV, ze hebben nu meer dan 20 wedstrijden, zijn ze thuis ongeslagen. Ergens straalt dat stadion moet iets uitstralen. Het zit hem ergens in dat die clubs volgens mij het gevoel hebben van, hier valt misschien ook weinig te halen. Ja. Nee, inderdaad. En Heerenveen blijft een probleem, maar ja, als dat de enige is. Ja, nee, inderdaad. Ja. En er was Locadia in de wedstrijd in Utrecht de grote man. Gisteren zagen we ook een fantastische goal van Stevie B. Bergwijn. Ja. Ik dacht dat Sean Kleiber eigenlijk helemaal niet zo langzaam was. Nee, maar dat was hij ook niet. Hij kwam niet helemaal uit met zijn pas, volgens mij. Hij zet een stap vooruit en Bergwijn die stond natuurlijk al gedraaid. Dus daar had hij de voorsprong in, want Kleiber is best snel. Ja, toch? Alleen, ja... Hij is ook echt niet langzaam, maar Bergwijn was nog niet net iets sneller. En die passeeractie was natuurlijk best wel mooi. Wat de mensen vragen nu in de chat, is hij nu echt definitief doorgebroken, Bergwijn? Ik hoop het. Want dat is een jong talent, een aanvallende speler die we nodig hebben in de Nederlands elftal. Nu Sneijder en Robbo gestopt zijn. En Depay hopelijk dan is een van de weinigen die erbij komt. Ja. Of die erbij zit, maar dat is altijd weer de vraag hoe ze hoed... staat, letterlijk. Nou ja, dit was echt niet bewust. Maar, maar dat moet je altijd maar weer afwachten hoe die komt bij Nederland zelf al. Ja. Ja, dat is wel een jongen waarvan je hoopt dat hij zich doorontwikkelt en die we kunnen gebruiken. Snelheid, kan aan beide kanten spelen. Ja, nu is hij ook effectief de laatste. Maar nu moeten we ook weer niet meteen roepen. Oké, gaan we doen. Dat is een goede actie en een goede goal. Want ik las nu al van inderdaad, moet hij in de voorselectie van Nederland zelf al. Nee, hou op zeg. Laten we nou bij Jong Oranje inderdaad gewoon goed spelen en even tot het eind van het seizoen. En dan kan hij misschien zo'n hoeveel potje misschien een keer meedoen aan het eind van het seizoen. Ja. Ga je nu ook meer voetbalquizjes spelen? Nee. Nee?
Vind je dat niet leuk? Ik had vanochtend wel een goeie trouwens. Die wist dat ik even. Dat, ja, Rinus Israël had het over een middenvelder in zijn tijd bij ADO die toen naar Engeland ging. Ferry Bodden kwam ik even meteen bij. Oh, hey, toen, hallo. Ik zal een Aad Mansveld denken. Maar je bedoelt als speler, nee, als trainer was. Als trainer, ja. Ja, ja. Kiesjes niet... Nou ja, kom maar op. Maar ja, dit is buitencategorie. Hè, Fenerbahçe heeft in de club gezien is twee coaches gehad die met een land de Europese titel wonnen. Wie? Ik weet er één. Wie? Mag die weggeven? Ja. Dat is de vraag van vorige week. Oh, Aragonés. Ja. En laat maar. Maar vind je het niet leuk om een keer... Raya Halle, is die geen trainer geweest van Fenerbahçe? Rehagel zou goed kunnen. Nou, laten we even kijken. Of Venglos natuurlijk. Ja, die Venglos. Oh, ja. Dat ik daar niet op kon, ja. Kees. Ja. Dirk Maas, gefeliciteerd. Welk land is die? Wat? Ja, dat... Ik denk de USSR. Goed. 1960. Dirk Maas wint het fantastische voetbalcult shirt. Laten we kijken naar de vraag van deze week. Hoi, ik ben Anne en welkom bij de Simple Quiz. De vraag van deze week. Welke drie trainers werkten minimaal 4 Europese finales af en verloren er daarvan geen één? Wedstrijden om de Europese Supercup worden meegerekend. Weet jij het antwoord op deze vraag? Laat het ons dan weten op social met de hashtag FC Afkikken. En dan maak je kans op zo'n super tof voetbalculture shirt. Tot volgende week. Bayern verloren, Inter. Oh ja. Ja, de discussie alweer over het juiste antwoorden. Jij denkt er eentje te weten? Nee. Noem het even. Ja, ik denk er wel eentje. Misschien wel twee zelfs. Eentje en dan? Oh nee, eentje maar. Nou, eentje. Nou, wie? Mourinho. Mourinho. Dus die kunnen ze al opschrijven. Die heeft nooit verloren met Porto. Nee, heeft hij gewonnen. Inter heeft hij gewonnen. Wou je al nog input of is het ver van je bedshow? Ik heb deze ook bedacht. Ja. Wat zeg je? Mourinho. Deze had je ook weer, ja. Zo. Kees? Dat was ook mijn antwoord. Nee, ik weet het niet. Oké. Nou, hashtag S afkikken en dan maak je kans op een voetbalkult. De eerste heb je al, misschien zelfs een tweede af van Jean-Paul Dijon gekregen. Gisteravond was er naast PSV Utrecht ook een andere wedstrijd. Daar hadden we net al aan. Hè? Excelsior AZ hadden we het met de vrijdagmiddagborrel over. Eigenlijk twee hele interessante duels. Excelsior, misschien wel het best presterende ploeg. Of het meest maximaal uit... De ploeg die het optimaal presteert. Ja. Moeilijk, ik dacht, ik help je even, maar gaan we het meeste op. Rendement haalt uit de ploeg. Ja. Excelsior tegen de meest aantrekkelijk spelende ploeg. Ja, en ik hoorde dus dat ze gisteren ook echt de tweede helft echt goed speelde. Ook. Terwijl ze vorige week bij Heerenveen vond ik ze helemaal niet zo goed spelen. Excelsior hebben we het ook. Ja, Excelsior. Ja. Ook, ze hebben ook best wel wedstrijden waarin het dan ook wel, zoals vorige week, dan valt het ook wel absoluut. Goed hoor. Want die omdat jouw vriend uit Volendam alles tegenhoudt. Ja, die hield vorige week dan, maar dan zoals gisteren, dan spelen ze in één in de tweede helft gewoon echt heel erg goed tegen AZ en dringen ze AZ helemaal terug. Dus ze kunnen best ook wel switchen in, wanneer moeten we in een wedstrijd gewoon overleven en peren we die bal naar Van Duinen. Of wanneer kunnen we ook voetballen en dat vind ik dan toch wel knap. Ervaren ploeg natuurlijk ook. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook wel knap van der Graaf wat hij heeft gedaan. Vanochtend bekendgemaakt. Ja, hij gaat niet verlengen. Wat wordt zijn volgende stap, Kees? Ja, ik begreep dat zijn familie in Portugal woont, hè? Hij zei ook van, eigenlijk wilde ik naar Eindhoven al terug, maar toen bood Excelsior me deze kans om me hier nog te ontwikkelen. Ja. Dus die wil gewoon terug naar huis, wat hij huis noemt. Ja. De Portugese trainerscarousel heb ik niet helemaal in mijn hoofd zitten. Maar misschien bespreken niet WSVS buitenland. Nee, ja, misschien dat Boavista op de WIP zit. Of, maar goed, hij is al trainer geweest bij twee clubs daar. Ja. Fungal of niet. En, maar goed, dan zal hij waarschijnlijk weer bij zulke clubs terechtkomen. Tenminste, of ze moeten zo onder de indruk zijn van dit. Wat misschien helemaal niet raar is, want hij heeft het fantastisch gedaan. Maar ja, dan bij echt een top 3 club in Portugal terechtkomen. Nee. Daarvoor moet hij eerst in de subtop daar. Maar stel dat hij in Nederland een goede aanbieding krijgt. Dan zal hij hier toch gewoon nog blijven? Ja, dat is de vraag. Want zijn intentie was natuurlijk de gesprekken die hij aanging met Excelsior om te verlengen. Maar heel simpel, dan moet je dus de clubs gaan pakken. Wat een verbetering voor hem is. En dan kom je alleen bij Heerenveen uit. Heerenveen, ja. Vitesse. Vitesse, ja. Toch? Ja. Heracles. Ja, ja. Houdt Heracles je in Nederland als je terug van de Portugal? Ja, heel goede vraag. Ja. Ik denk Heerenveen en Vitesse wel. Ja. Maar waar zou die dan het beste bij passen volgens jullie? Ik denk bij Heerenveen. Ja? Ja. Want? Ja, ik zie daar gelijkenissen met Excelsior, dan het grote, volgens mij relatief kalme achterban. Ja. Wat denk jij? Ze willen mooi voetbal, aanvallend voetbal. Ja. Ja, dan zou je misschien nog eerder bij Heracles zien, als je het over realistisch voetbal hebt. Ja.
Wat hij natuurlijk met Excelsior wel... Het is wel interessant, die trainerscarousel. Ja, want er zijn best wel wat open posities. Ja. Er wordt natuurlijk wel her en der... Maurice Stijn werd vandaag trouwens... Ik kan me niet voorstellen dat hij in Nederland... Want als jij als trainer nog hoopt op een baantje in Nederland... of in ieder geval dat niet uit hebt gesloten... dan ga je niet in een interview roepen van... ik ga lekker naar huis, toch? Ja. Nee. Nee, cool. We wachten het af. Of het Sparta is het spel. Of het is spel. Ja, maar het lijkt me niet zo'n trainer voor het spel. Van de graag. Voor mij is dat wel gewoon iemand... Een halve Portugees, hè? Geen geheimzinnige man. Nee, maar... In ieder geval, de paar keer dat ik hem heb gesproken... is dat een vrij gewoon normale man die je er niet omheen draait. Ook na wedstrijden gewoon heel realistisch geen gekke dingen zegt. Ja, dat is gewoon moeilijk te beoordelen natuurlijk. Ja. Voor ons. Ik weet niet of hij... Ik zou het heel fijn vinden als hij Heerenveen aanvallend kan laten spelen. Weet je, dat zal waarschijnlijk wel beter kunnen dan bij Excelsior... want hij heeft daar betere spelers. Maar ja, ik weet niet of daarvoor kan ik niet... dan moet je eens 2-3 weken gaan kijken bij de training van Excelsior. Ja, er stond dus een heel interessant artikel deze week... in Voetbal International. Een heel lang interview. En hoe ze trainen en zo. En dan, als hij dat dan bij Excelsior laat zien... ben ik dus heel benieuwd. Hè, nog een stapje hoger. Hoe gaat hij daar laten zien? Hij trainde bijvoorbeeld op voorzet tegenhouden. Hè? De centrale verdedigers moeten voorzet wegwerken, verdedigen. Nou, dat zie je ook wel. Want die Matai die werkt volgens mij de meeste ballen weg van de hele Eredivisie. Hij was zelf ook een fantastische kopper. Ja. Hè? In de tijd bij Utrecht. Ja, maar dat heeft hij dus in Portugal geleerd. Hij heeft in Nederland nog nooit gehad. Gewoon voorzitter wegwerken. Ja, dat hebben wij in Zuid-Afrika ook gehad. Dan gaven ze gewoon ballen vanaf de middenlijn. En dan moest je springen en wegkoppen. Ja. Ah, dat was verschrikkelijk. En ik vond het mooi dat hij... Dat nog een laatste ding. Hij ging Seneli nadoen. Zeg maar een rechtspoot op links. Ja? Dus dan ging hij ballen indraaien. Okay. Gewoon omdat hij dat in de wedstrijd konden ook verwachten. Ging hij de hele tijd als Seneli die ballen indraaien. Ja. Dus, maar goed, Van der Gaag misschien dan naar een stapje hoger. Bij AZ... Ook nog wat spelers die na dit seizoen een volgende stap kunnen gaan zetten. Er was een poll deze week. Welke speler is het meest toe aan een stap hogerop? Wout Weghorst, Jahan Baks, Guus Til of Frederik Mitsjeu? Ja, Reza van Jahan Baks gaat natuurlijk sowieso het WK spelen. Dus die gaat sowieso 3 wedstrijden spelen. Dus die glipt er wel een paar keer langs. Dus ik denk dat die sowieso een volgende stap gaat maken. Die zou ik wel in Spanje willen zien bij een mooie club. En jij, Fabian? Ik denk het ook, maar ik vraag me wel af. Ik weet de pool van Iran niet uit mijn hoofd. Maar die hadden we laatst... Die loopt er nog wel een paar keer langs in 3 wedstrijden. Moet wel een keer... Tuurlijk wel. Je hoeft maar 1 goal te maken. Zo opportunistisch zijn ze. Alleen al het feit dat hij erbij is als speler van uit een relatief onbeduidende Nederlandse competitie momenteel. Dat staat er toch al goed op. Ja, is het Marokko, Portugal, Iran en... Ja, Spanje en Portugal. Spanje. Ja. Ze kunnen ook kanonnen voor worden. Ja, Alonso is vast wel een keer weg op linksback als hij gaat spelen. Maar naast Ali Reza, dat weet ik dan weer wel, hè, die poll van Iran. Ja, die quiz die weet ik dan niet. Ja, dus als het over het WK gaat, neem je een keer mee. Naast Ali Reza, die er dan toe is aan een hogere stap. Oh, ik denk niet dat er van die andere 3 eentje echt uitgesproken is van... Nou, die kan niet meer bij AZ spelen. Die Mitsjou, die ja, dat, is wel Tim Reserveur zat hier de vorige keer. Echt een goede speler. Ja. Maar hij doet het hartstikke goed, maar dat hoeft niet gelijk weg. Wat is er nu hoger dan AZ... AZ, dan kom je uit bij onze top 3. Of buitenland. Voor het buitenland. Ja. Maar als je de top 3 ziet met de top 3, die andere, Weghorst. Nee. Nou ja, je zou in die zin, als Luc de Jong weggaat, dat je een Wout Weghorst had. Maar dat gaan ze niet doen. Ik kan me niet voorstellen, aangezien ze nog steeds de Argentijnse superspits hebben. Maxi Romero. En hij is te goed om ergens tweede viool te gaan lopen spelen. Ja. Feyenoord misschien Feyenoord, nog, als Jurkus er weggaat. Maar ja, die gaat zo ook niet meer, denk ik, op dit moment. Nee. Er was natuurlijk altijd... geen 17 miljoen meer voor. Nee. En Ajax ook geen 50 voor Dolberg. Maar er was een lijntje natuurlijk altijd tussen Amsterdam en Alkmaar. Dat er elk jaar wel 1 speler voor... Ik zou die Mitsjou wel bij Ajax willen zien, hoor. Ja? Schöne, die wordt misschien ook wel... Dat wordt misschien wat minder. Ja. Die Mitsjou, die kan je... Sorry, Svensson. Ronald Svensson. Zeker. Als enige met korte mouwen zonder handschoenen van de week bij min 20. Hij geeft geen schitterend. Hij lacht weinig volgens mij. Ik ben heel, aanvallend heel echt geconcentreerd. Goed. Ja. Heel, maar heel maar die tandem met Jahan Baks. Ja. Is oerdegelijk. Maar het grappige is hoe dat tijdens een seizoen gebeurt. Want aan het begin van het seizoen was het Svensson en Stenks met z'n tweeën. Maar als je nu ziet, Stenks raakte natuurlijk al maar een half uur geblesseerd. Nou, maar Jahan Baks is niet te stoppen die met z'n tweeën. Ja, fantastisch om te zien. Dat is toch ook wel weer de complimenten aan zetten, hoor. Dat ze dan die 2 oppikken, die Mitsjou en Svensson. Ja. Nou, echt, dat is het knappe. Ze hebben zoveel eigen jeugd. En dan ook de mensen die ze halen, die zijn eigenlijk altijd raak. Ja. Dat is toch waanzinnig. En als we het moeten geloven, wat iedereen natuurlijk schrijft, is dat nu pas echt de groeibrillanten door gaan komen. Hè? Want ze hadden al een redelijk goede jeugdopleiding, maar ze zijn er 5 jaar geleden mee begonnen. Wat er nu uit moet gaan komen de komende jaren,
dat moeten echt de briljantjes zijn. Ja, nou, ik denk dat dat wel aardig al begonnen is. Ja. Met, bijvoorbeeld de Boadus en zo, die nu in Jong zitten. En waar heel Europa achteraan zit. Ik hoor het je zeggen. Ja, ik ken ik niet. Ja, dat is die jonge spits inderdaad. Toch? Ik weet niet of er verder nog jongens in Jong AZ lopen, die waarvan ik denk van nou, die maken die Wijndal doet nog wel eens mee. Ja, dus dat is een goede te zijn. Maar die heeft natuurlijk ook een jonge linksback voor zich. Ja, dus maar nou heb ik één keer tegen ze gespeeld hoor, maar goed. Toen was jij de beste. Komt Volendam nog tussen? Ik wel goed trouwens. Komt mijn enige volledige wedstrijd. Komt Volendam nog tussen met het scouten van talent? Ja, heel moeilijk. Heel moeilijk, want die krijgen die jongens natuurlijk niet meer. Kijk, de vijver waarin Volendam moet vissen, of een Jupiler League Club, is ontzettend klein. Ja. Dus je krijgt geen spelers van Ajax, Utrecht, AZ meer, want die spelen in hun eigen jongteams. Maar wat doet dus Volendam nu dan bijvoorbeeld? Ja, ook heel veel eigen jeugd. Ja. En wij hebben afgelopen seizoen 3 spelers gehaald. Van één jongen van Jong AZ die daar dan weg moest, Nick Dodeman. Nou, die doet het hartstikke goed. Ja, en 2 jongens gewoon uit andere eerste divisieclubs transfervrij. Ja, en voor de rest is het allemaal uit de buurt of eigen jeugd. Ja, het is heel moeilijk. Zo van Velzen, die is 3 jaar terug, kwam die dan van Utrecht. En dat was het eerste jaar dat ze met Jong Utrecht ook begonnen in de Jupiler League. Ja, daar had Volendam nog mazzel aan. Ja. Want als dat iets eerder was gebeurd, ja, had Utrecht al gezegd, nou hier heb je 1000 euro meer en blijf maar lekker bij Jong Utrecht. Volendam had zo'n Nick Venema wel kunnen gebruiken om er iemand te noemen. Ja, die Rosheuvel wilde ze Volendam bijvoorbeeld toen hebben. Die heeft toen bij Utrecht verlengd en die is toen uiteindelijk dan naar Cambuur gegaan. Ja. Maar dat is dan een jongen die bij Volendam heel goed zou passen. Nou ja, die ging toen uiteindelijk dan toch verlengen, ja, op de bank zitten bij Utrecht 1. Ja, maar die jongens die denken dan, nou, dan verdien ik wel iets meer hier en dan speel ik ook in de Jupiler League. Ja, dat is voor clubs als Volendam is het wel heel lastig. Ja. Voor de vaste liefhebbers en de trouwe fans van FC 1x2. Jullie zitten natuurlijk te wachten op waar Justin en onze Hein naartoe zijn gegaan deze week. Maar er was slecht weer en dat betekent een algehele afgelasting in het amateur. Ook in West 2? Moeder Natuur heeft toegeslagen en daardoor zijn niet alleen hier de hekken dicht, maar bij heel veel amateurverenigingen in Nederland zijn de hekken dicht. En dat betekent geen amateurvoetbal. En ja, dus ook geen FC 1x2 dit weekend en komende week. Dat is heel erg jammer natuurlijk. Maar dat betekent wel dat onze zoektocht naar een derde klasser voor volgende week gewoon doorgaat. Dus, heb je nou een leuke derde klasser waarvan je zegt van joh, dan moeten jij en Hein volgende week echt heen gaan? Laat het weten in de comments. En daarbij wil ik specifiek een oproep doen aan de clubs uit categorie Zuid 2. Want we hebben alle categorieën tot dusver gehad. Maar nog een enkele club uit Zuid 2, oftewel Limburg en Zuidoost-Brabant. Dus ken je daar nou een leuke derde klasse waar we echt heen moeten? Laat het weten in de comments. Tot dan hebben wij een weekendje ijsvrij. En zien we jullie graag tot volgende week. Iemand die alles van het amateurvoetbal weet is Jean-Paul de Zon. Zuid 2, een derde klasse. Zeven Schaalsberg. Ja, dat had je niet verwacht, hè, jongen. Dat had je niet verwacht. Nee, die hebben 2 jaar terug meegedaan aan de beker. Toen wij een programma over de beker hadden. Ja. Oké. Okay. Maar die spelen in de derde klasse? Nou, nog steeds. Oké. Okay. Ja, dat is echt toen via de Disney. Zijn ook afgelast met dit weer. Schaatsberg. Hè? Kees, hou eens. Hey. Jij zei net. Die moet je afleren hoor. Als Fox dit ziet, dan bellen ze niet meer. Ah, maakt niet uit. Ah, ja, ofwel elke zondagochtend alleen maar dit soort. De moppetrommel van Kees. Ja. Gisteren NAC Feyenoord. Ja. Het was wel het avondje. Het begon dan na 5 minuten met Stijn Vreven die weggestuurd werd. Wat voor een trainer is dat naar Jean-Paul? Als wij het vanaf de zijkant moeten bekijken. Als je 3 keer in het seizoen wordt trainer die zijn emoties niet onder controle heeft. Ja. Maar wat is het beste woord om hem dan te omschrijven? Het beste woord om hem nu te omschrijven? Ongecontroleerd. Fabian? Ja, ik vraag me af hoe je zijn gedrag nog kunt verdedigen. Als over emotioneel. Nou, wat ik vind, kijk, je kan maar dat is een goed punt wat Fabian eigenlijk zegt. Want hoe kan je het verdedigen? Maar de club heeft bijvoorbeeld de vorige keer, zijn ze best ver gegaan. Hè? Zijn ze naar Zeiss gegaan? Ja. Zijn ze tegen de straf geprobeerd in te gaan en dat soort dingen? Nee, maar kijk, je kan allemaal een keer over de schreef gaan. Maar feit is wel dat de afspraken, of in ieder geval een algemeen aanvaardbare norm is, hoe je als trainer mag gedragen en hoe niet. Hij is een paar weken geleden, toen zei hij, nou oké, moet hij niet meer doen. En nu staat hij na 4,5 minuut zo idioot tekeer te gaan bij een penalty situatie. Dat ik dan denk, ja maar ho eens even. Kijk, tuurlijk, je kan in de emotie zitten en dergelijke. Maar we hebben dat afgesproken. Het is een volwassen man. Dan mag je van verwachten dat hij best een beetje normaal kan doen. En zeker na 4,5 minuut. Als je er dan al zo in zit, dan wil ik niet weten wat er gaat gebeuren als hij hem in de laatste minuut tegenkrijgt. Ja. Ja, dat heb je toen tegen Twente gezien, die wedstrijd. Dat het toen misging natuurlijk ook al. Met Simon Mulder. Ja. Ze geen penalty kregen en ja, het slaat ook over op het publiek natuurlijk. Dus dat is gewoon helemaal fout. En ik weet ook wel, het is dan misschien een beetje moraal, ridder. Maar
Je mag gerust emotie tonen, maar dit slaat helemaal nergens op. Je moet het niet zo... Maar wij hadden het voor de uitzending over. Als spelers heb je daar niet echt veel last van, denk je? Nee, maar ik... In Zuid-Afrika hadden wij ook zo'n trainer die dan tegen die vier man alleen maar tekeer liep te gaan. En dan dacht ik, man, ga nou toch zitten, man. Wat maak jij het druk om? Maar ook in de interviews met zowel Fox als de NOS staat hij alsnog schuimbekkend voor de camera. Bij de NOS loopt hij ook weg. Dat ik denk van... Ja, kom op, man. Er is toch geen respect richting de scheidsrechters. En nou, tuurlijk, je mag wel eens wat roepen en doen. Maar als je nou zo arm gebaren staat te zwaaien... dan gaan er 19.000 man Nijhuis, je moet er eens zingen. Dat slaat lekker over na 4 minuten. Ja. Ik vind het echt niet kunnen. En terecht, en nu moet hij ook gewoon eens meerdere wedstrijden krijgen. Ja, want er staat natuurlijk nog een straf over. 1 sowieso voorwaardelijk. Ja. Dus hij zal zo 2-2 aan de kant zitten. Maar ik denk dat hij ook nog wel een extra straf gaat krijgen. Omdat toen Nijhuis hem wegstuurde, dat hij weer ging zitten. Ja. Nou, en vanuit de club zou er in ieder geval een berisping of wat dan ook in ieder geval iets naar buiten gebracht moeten worden dat ze dit niet tolereren. Als dat niet gebeurt, dan ettert dit langzaam door tot bij andere coaches, tot in het amateurvoetbal. Dat is een glijdende schaal anders. Ja. En dat is natuurlijk best moeilijk voor Hans Mulders. Die zal dan natuurlijk eigenlijk hem aan moeten pakken of een woordje moeten doen. Maar ja, ik denk toch dat je dat als club wel een daad moet stellen. En als het 1 keer gebeurt, ook uit 2 keer, maar ja, het is wel de derde keer. Was hij zo ook in België, zeg maar? Als trainer weet ik niet. Ik weet wel hoe hij als speler was. Nee, maar dat weten we allemaal. Maar als trainer, stond hij zo ook bekend in België? Nou, ik neem aan dat dit niet nieuw is voor hem, toch? Nee, ja, maar wat ik meer heb is... Kijk, hij doet dit en dan zie je het zo tekeer gaan. En dan gaat op de tribune gaat hij ook gewoon door. Hè? Want we hebben allemaal dat gifje gezien op Twitter. Man. Dat hij hier als eerste in een schuimbekkend vak opstaat. Ja, ik begrijp me niet verkeerd. Ik vind het fantastisch om te zien. Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, ik vind het meer gênant. Dat is het. Ja, dat is denk ik. Vaak ook wat de toekomst dan brengt voor een andere club. We hebben net andere trainers gehad en andere clubs als Heerenveen, als Heracles. Laten we dat modelclubs noemen. En dat is, ik vraag dan af bij wat voor club Vreven hierna terecht moet komen. Maar kan je dus ook eigenlijk nog je spelers ergens ooit op wijzen? Ja, voor mij zeker in het begin van het seizoen ook. Ging het natuurlijk heel vaak, of toen hij naar NAC kwam, ging het natuurlijk heel veel over zijn spelerscarrière. Over dat hij dan helemaal gekke dingen... En hij wilde daar juist vanaf ook. Hij wilde daar niet steeds aan herinnerd worden. Hij zegt, ik ben nu gewoon een rustige trainer. En ik ben heel anders. En hij komt ook heel goed over, vind ik altijd. Ja, en als je dan nu dit doet, dan word je al snel weer... hij is nu net zo gek als dat hij in het veld was. Ja, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Henk Vreese, die natuurlijk als speler ook iemand was die regelmatig over de scheef ging. En als trainer gewoon een keurige man is. Die niet overdreven, niet meer dan een andere trainer, laat ik het zo zeggen, uit de bocht vliegt. Maar ze moeten die vierde official gewoon aan de andere kant zetten. Ja, maar die staat die hele wedstrijd in zijn... Maar moet die wissels doen, toch? Hè? Ja, nou ja. Dat kent toch met een dingetje? Ze hebben toch horentjes? Moeten de spelers dan helemaal omlopen naar die vierde man? Nee, natuurlijk. Je kan de grens toch doen. Oh, dit moet die grens... Maar wat is dan nog de taak van de vierde man? Ja, dan gaat hij gewoon de vierde het bord omhoog houden. Revolutie. Laat hier de revolutie beginnen. Gewoon daar en dat dan die streppel in gaan staan. Oh, kut. Hij staat... Nou, laat het maar. Even serieus. Ja, dat is toch eigenlijk al te gênant dat we het hierover moeten hebben? Maar je wordt er helemaal gek van. Elke keer. En dan is er daar een overtreding gemaakt. Ja, klopt. En dan gaan ze tegen die vierde official roepen. Zie je dat dan niet? En... Alsof die man daar iets aan kan doen. Ja, ik begrijp er helemaal niks van. Weet je hoe ze het op kunnen lossen? Gewoon meteen, als ze wat zeggen, naar de tribune. Dat is het toch? Zo simpel is het. Gelijk naar de tribune sturen. Dan ben je overal vanaf. De harde hand. Ja, harde hand. Ja, gewoon in ieder geval de lat heel hoog leggen. Dat, weet je, dat op een gegeven moment dat er iets gebeurt... Dat je dan dat niet gelijk de eerste reactie is dat je denkt... dat je dan het gelijk kan halen over de rug van de vierde man. Want dat is het eigenlijk. Want die beslissing wordt nooit meer teruggedraaid... Afschaffen zou ik ook wel heel vervelend vinden. Ik bedoel, je hebt dan toch team Kuipers, weet je, dan mag er eentje in één keer niet meer mee. Weet je? Dat is ook zo lullig. Ja, het is ook nogal een ondankbare taak, denk ik. Maar het stom is dat we het hier natuurlijk al, denk ik, 10 minuten over hebben. Terwijl NAC gewoon voor de tweede keer in het seizoen wint van Feyenoord. Humar Sadiq. Het was natuurlijk wel... Kijk, we hebben het met de vrijdagmiddelborrel over gehad. Een avondje NAC. Dit zijn wel de typische avondjes NAC. Ja, je hebt zo genoeg gespeeld. Ja. Maar er gebeurde natuurlijk genoeg. Eigenlijk al na 5 minuten. Was het een pingel met Jones? Die eerste vond ik meer een penalty dan waar hij hem uiteindelijk voor gaf, ja. Ja, het is... Ik vond het niet zo overduidelijk dat Vreven zo uit zijn stekker had moeten gaan, weet je wel. Maar hij had hem wel kunnen geven, ja. Hij speelde niet de bal, inderdaad. Maar hoe Nijhuis het uitlag van het is een botsing, ja. Je ziet Jones nog komen, houdt nog een beetje in, ja. Moet hij dan ook rood geven? Ja, want dat wilde Vreven dus ook. Penalty en rood. Nee, hij is er nog niet voorbij. Ik weet niet of dat... Nee, en het is dit is nu die triple punishment, toch? Ja, volgens mij hoeft hij daar dan geen rood voor te geven. Nee, dat dan niet meer.
Maar goed, NAC wint uiteindelijk gewoon met 2-1. Twee keer in het seizoen winnen van Feyenoord. Dat betekent twee keer in ieder geval een groot feest. Fabian Sporksleder, een hele goede avond. Hi, goedenavond. Goedenavond. Je wint twee keer van de kampioen. Hoe knap is dat eigenlijk? Nou, ik heb begrepen dat we de geschiedenisboeken ingaan. Dus dan is dat wel heel knap, ja. Ja, want dat is in ieder geval eentje. Kees, onthoud je hem voor een voetbalquizje? Ja, ik had hem al gehoord. Oké, heel goed. Nee, want het is natuurlijk, wij hebben het hier ook over. Jullie winnen voor de tweede keer. Maar het is eigenlijk nog alleen maar gegaan over jullie trainer. Hoe was dat vandaag op de club bij jullie? Nou, we waren vandaag eerlijk gezegd vrij. Dus, we hebben een dagje vrij gehad. Dus morgen moeten we weer op de club zijn. Ja. Dus dan zal er wel genoeg worden nabesproken. Ja, want Kees zei, voor mij krijg je niet zoveel mee van zo'n trainer als die zo langs de kant bezig is. Hoe is dat voor jou? Ik focus me gewoon op de wedstrijd. Ik sta natuurlijk dicht bij de dugout. Ik wil het net zeggen, ja. Dus... Paul voor hem. Dus je hoort hem natuurlijk wel. En als hij aanwijzingen geeft, probeer ik dat gewoon op te volgen. Maar je probeert wel gewoon je te focussen op het spel. Ja, daarover gesproken. De trainer heeft je na de winterstop drie keer op de bank gezet. Toen pakten jullie geen punt. In die vijf wedstrijden dat je basis speelde, hebben jullie voor mij 9 punten gepakt. Je hebt nu wel gewoon tegen de trainer gezegd, hey trainer, wil je overleven met NAC dit seizoen? Dan moet je sowieso 1 man opstellen en dat ben ik. ik moet je eerlijk zeggen, ik ben natuurlijk wel... Ik weet wel dat de resultaten... Dat ik speelde, dat die wel goed waren. Alleen ja, dat soort dingen. Zo brutaal ben ik nog niet dat ik dat tegen hem durf te zeggen. Maar Fabian, leg eens uit. Als jij dit tegen de trainer zegt, kan hij dat wel waarderen? Of is het een trainer die daar niet echt voor in is? Ik zou het een beetje op een grappige manier moeten brengen. Dan zou je het wel moeten waarderen. Maar weet je, op zich wordt er wel genoeg gelachen hoor op de club. Dus... Het is niet alleen maar streng of alleen maar hysterisch. Nee. Het is ook, gewoon iemand die veel zelf heeft meegemaakt, die wel voetbalhumor heeft. Ja. Hey, we moeten het natuurlijk ook gewoon hebben over de wedstrijd gisteren. We hadden het vooraf over een typisch avondje NAC. Ja, dat is er wel helemaal uitgekomen, toch? Ja, dit was echt een typisch avondje NAC. Het publiek ging er vanaf de eerste seconde achter staan. Volgens mij hebben ze al aardig ook ingedronken voor de wedstrijd. En dat het resultaat dan ook goed is. En ook de tweede helft, toen we het moeilijk hadden, gingen ze erachter staan. Dus ik denk dat de sfeer echt top was. Ja, dan win je. Dan zit je vandaag te kijken naar andere resultaten. Is dit misschien wel het weekend waar je later terug gaat kijken, waar jullie je definitief veilig hebben gespeeld? Het zou natuurlijk kunnen aan het einde van de rit. Maar zover wil ik nu nog niet denken. Er zijn nog volgens mij 8 wedstrijden. En we moeten nog zeker, een aantal wedstrijden winnen om ons veilig te spelen. Als je naar het programma kijkt, we krijgen natuurlijk ook nog onze concurrenten allemaal. Dus dit geeft wel vertrouwen naar die wedstrijden. Ja, ik vraag even hier aan de mannen in de studio. Denken jullie dat NAC uiteindelijk bij de onderste 3 eindigt? Nee. Nee? Nee, ik heb het een paar weken teruggezet. Die gaan ook boven Willem II eindigen. Dat is daar nogal belangrijk. Ja. Maar waar ze voor de winter pakten ze nog wel eens, speelden ze een hele goede wedstrijd. Kregen ze vaak complimenten, maar pakten ze geen punten. Doen ze dat nu wel. Dus je zou kunnen zeggen dat het nu eindelijk een beetje uitkomt. Ja, komt er bij een keer uit. En dat wilden mensen weten, hoe bijzonder is het om met Manu Garcia te voetballen? Ja, hij is een geweldige speler. Ik moet zeggen, ik heb een hele goede band met hem. Volgens mij ben ik ook... Ik weet hoe goed hij is, want ik speel hem volgens mij het meeste aan van alle spelers. Dus het is een groot talent. En ik hoop dat hij, als hij zo doorgaat... Dat durf ik niet te zeggen waar zijn plafond is. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dank in ieder geval voor je tijd, Fabian. Geniet ervan. De glimlach staat in ieder geval nog steeds op je gezicht. Is goed om te zien. En ik ben zeer benieuwd hoe de nabespreking morgen is met de trainer. Is goed. We houden nog wel contact. Is goed, man. Rustig aan, hè. Hoi, hoi. Is goed. Fijne avond. Doei. Het is natuurlijk voor hem. Als je iemand vreven vaak hoort. Ja, dit is wel een voordeel voor die vreven. Die hoeft natuurlijk niet nu terug te gaan kijken hoe het vanaf de tribune eruit zag. Weet je wel? Die wilde voor de videoanalist. Ja.
het allemaal zelf gezien. Ja, NAC gaat er definitief in blijven. Onderin is het natuurlijk reet spannend. Willen mensen al weten? Jij hebt alle Jupiler League ploegen dit jaar tegen je gehad. Zit er wat bij, zeg maar, wat uiteindelijk in die play-offs? Ja, dat is sowieso elk jaar. Ik bedoel, voor mij was vorig jaar Roda Helmond. Was het, zeker. Was de halve finale waarbij Roda het net aan redde met een man minder. Ja. Dus, en dan heb je het over Helmond, die volgens mij toen 11e of zo eindigde. En die hadden een periode, die hadden de tweede periode volgens mij. Dus of je het nou over een ploeg hebt die 11e eindigt in de Jupiler League, het is altijd lastig. En je hebt in de Jupiler League echt een paar ploegen die aardig spelen, hoor. Emmen, die doet het heel erg goed. NEC kan misschien wel eens. Fortuna. Ja, Telstar doet het goed. Ja, je bruisdagen gaan nog niet in als je naar Emmen moet, hoor. Nee, maar bijvoorbeeld als een Sparta of een Twente naar Telstar moet, dat is niet te gelopen. Ja, dat, ze hebben volgens mij de laatste oefenwedstrijd ook gespeeld, Sparta, en verloren 1-0. Maar zulke wedstrijden krijg je dan ook. En dan staat er nog meer druk op. En Telstar denkt, jezus, we mogen na-competitie zeker spelen. Zeker wat een feest. Zeker zo'n nummer 11 als een Telstar, die nu trouwens veel beter doen dan dat. Maar die mogen alleen maar. Dat is echt al een prestatie dat ze die na-competitie bereikt hebben. Kom je een go-ahead of een Graafschap tegen, is dat dan weer anders. Ja, Roda liet het afgelopen vrijdag behoorlijk lopen in eigen huis. Hè. Die gingen er met 0-3 af. Nou, wie vandaag de eerste helft heeft gezien van Sparta-ADO, dacht dat Sparta eigenlijk dezelfde kant op ging. Maar uiteindelijk, Fabian, ik weet niet wat Dick Advocaat heeft gezegd in de rust, maar er stond een totaal ander elftal de tweede helft. Totaal, ja. Maar ik vraag me ook af. Ik heb nog steeds het idee dat Sparta eruit gaat vliegen. Ja? Nog steeds, ja. Omdat de Roda zich toch wel weer gaat op. Dat Roda weer opleeft. En ik heb Sparta meerdere keer gezien en ik vind het toch buitengewoon zwak. Ja. Sparta heeft vandaag alles of niets gespeeld, hè? De tweede helft. Zo. Dat moest ook. Ja. Ze stonden achter in de eerste helft, bakten ze er niks van. Dus de vraag is, gaan ze zo volgende week ook starten bij Roda uit? Ik weet het antwoord al. Nou, Kees Kwakman, vertel het ons even. Niet natuurlijk. Okay. Dus dan gaan ze weer op dezelfde manier spelen zoals ze de afgelopen week hebben gespeeld. Hey, maar zij en dan staat Kramer daar in zijn eentje voorin. Nou ja, we kennen Michiel allemaal. Die heeft dat na 20 minuten al bekeken. Ja. Na 20 minuten, denk je? Ja, ongeveer. Het ligt er over ballen die krijgt in eerste fase. Maar nou, we kunnen het even vragen aan Michiel. Ja, maar ja, als die Robert om hem heen heeft, zoals Robert de tweede helft, heeft die Robert om hem heen. En dat Robert Muren, en dat is natuurlijk bij Volendam ook goed gegaan. Ja. Dan heeft hij iemand om hem heen. En dan gebruik je hem ook goed. Als hij zoals tegen AZ in zijn eentje voorin staat, ja, dan Michiel, goedenavond allereerst. Hoi, man. Hey, alles goed? Goed. Kees zei, als jullie volgende week gaan afwachten en dat jij in eentje voorin staat, dat je er na 20 minuten al klaar mee bent. Klopt dat? Ja. Nou ja, in principe ligt daar niet mijn sterkste punt. Nee. Dus 20 minuten is wel een goede inschatting van Kees. Waarschijnlijk al wat eerder, maar het gaat meer om het feit dat we gewoon iets aanvallender moeten voetballen. Ja. Nu is het niet. Nee, kijk, er zal echt heel veel gezegd zijn vandaag in de rust, want het was echt een verschil tussen dag en nacht bij jullie, tussen de eerste en tweede helft. Maar wat is nou het meest bijgebleven van die rustspeech van Dick? Nou, eigenlijk niet zo heel veel, omdat ik ook wel wist dat het gewoon niet best was de eerste helft. Dus wat er dan eigenlijk gezegd wordt, dat is niet zo relevant. Ik denk dat iedereen wel wist dat het gewoon heel matig was, de eerste helft. En dat een trainer dan boos wordt, dat is allemaal terecht. Maar ik denk dat iedereen dat beseft zelf ook wat. Ja. Is het dan eigenlijk alleen Dick die praat? Of ben je er zelf dan helemaal klaar mee en dan zeg jij ook wat? Hoe werkt dat bij jullie nu? Nee, ja. In principe doet de trainer zijn woordje in de rust en dan is het klaar. En dan vervolgens, als de jongens wat willen zeggen, dan doen ze dat en anders niet. Ja. Was jij nou extra geprikkeld ook door wat er in de eerste helft gebeurde met die ADO-fans of niet? Oh, maar dat was niet alleen in de eerste helft, hoor. Dat was ook nog in de tweede helft. Nee, maar ik bedoel, het draait niet de eerste helft, dan beginnen die ADO-fans te zingen. Ja, nou ja, ik begreep het gewoon niet. Wat heb ik al vandaag ook al eerder gezegd. Ik zeg, ik heb daar 2 jaar gespeeld. Ik heb het goed gedaan. Ik heb nooit problemen gehad met de club of met de supporters of met de medespelers of wat dan ook. Nee. Dus ik snapte niet waarom ze zo reageerden. Dus daar was ik wel een beetje door gepikeerd, ja. Nou, laten we dan hebben het over positieve. Die goal, de 1-1, de hele belangrijke 1-1. Een beetje een rare situatie wat er vanaf gaat. ADO verdedigt niet goed uit en dan krijg je die bal opeens voor je voeten. Dan heb je nog best wel tijd om na te denken. Volgens mij tikte Thomas Vaart hem door. Ja, die kopt hem door, en, ja. Toen stond ik al bijna in de 16, dus... het was eigenlijk een kwestie van hem
gewoon langs de keeper schieten, wat ik daarna eigenlijk ook had moeten doen. Nee, maar dat wil ik net zeggen, want eigenlijk die situatie daarna is identiek eigenlijk. Ja, een beetje wel. Maar daar wou ik hem chippen, dus dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Dus ja, ik moest hem gewoon maken. En niet zo nonchalant met die kans omgaan. Heel goed. Na afloop hoorde ik je ook mooie woorden spreken over Robert Muren, die uiteindelijk de 2-1 maakt. Hoe belangrijk is het nou dat zo'n voetballer, en dan specifiek Robert Muren, speelt voor jou? Nou ja, kijk, in principe is het altijd prettig als spits zijn als je mensen om je heen hebt natuurlijk. Dat, dat maakt het wel eventjes wat makkelijker. Dus, maar ja, ik ken Robert natuurlijk al wat langer. Ja. En, ik weet dat hij ook niet in de meest ideale situatie zit nu. Nee. Met weinig spelen. Dus ja, ik vind juist extra mooi en leuk dat hij dan vandaag de matchwinner is. Wat hij overigens gewoon verdient. Dus ja, daar ben ik super blij mee. Ja, en dan volgende week... Nou ja, de voor- en Chaidu misschien wel onderin? Ja, dat is een aardig potje. Ja? Ja, Roda. Roda Sparta. Ja. Ja, ja. In principe is voor ons iedere week een finale. En ja, vandaag heb je een redelijke stap gezet. Maar dan moet je zorgen dat je dat volgende week ook doet. En dan doe je in principe een beetje goede zaken. Maar dan zijn we er nog lang niet. Nee. Er wordt hier, we hebben het net over gehad, welke van de drie gaat er gelijk uit? Er wordt toch nog een beetje angstig rekening gehouden met Sparta. Begrijp je dat? Nou ja, je staat niet voor niks met nog 8 wedstrijden voor het einde zo laag. Dus dat snap ik heus wel. Alleen, ik heb wel vertrouwen in de groep en in de spelers die er rondlopen dat we dat om kunnen buigen. Ja, maar dan moet je alleen anders voetballen dus? Want aan de spelers ligt het niet? Nee, ja, ik denk dat er genoeg kwaliteit is om in de Eredivisie te blijven. Dus ja, dan moeten we het gewoon doen zoals misschien in de tweede helft hoor. Ja. Maar ja, het is gewoon prettiger als je gewoon veel kansen creëert. Dan kan je ook makkelijker tot scoren komen in plaats van altijd tegenhouden. Dat gaat misschien 1 of 2 keer goed, maar dat gaat op een gegeven moment ook niet lang zo blijven. Dus in principe ben ik voorstander van iets meer naar voren. Maar ik snap ook wel dat dat niet iedere week kan. En dat het ook een beetje ligt aan de tegenstander natuurlijk. Maar goed, iets hoger druk geven en iets meer kansen creëren is voor mij altijd wel... Voor jou ook natuurlijk. Die lekste. Over jezelf gesproken, hoe zit je er nu in? Ben je helemaal topfit? Ik kan me voorstellen dat na een... Ik zit nu op de bank. Ik zit nu naar de... Wat is het? Veronica te kijken. Ja, je zit geen voetbal te kijken, hè? Dus dat is... Nee, ik zit geen voetbal te kijken. Dat is ook gewoon NBA, hè, Michiel? Half 10, hè? Half 10, ja. Oké, heel goed. Nou, dan hebben we nog even... Nee, grapje. Maar, nee, je bent helemaal fit? Ja, ik ben sowieso fit, ja. Okay. Nee, maar ik kan me voorstellen, na de eerste half seizoen bij Feyenoord, waar je weinig aan toespelen komt, dat je nog tijd nodig hebt om helemaal wedstrijd fit te komen of te worden. Ja, dat sowieso. Ik heb natuurlijk, hoe je het went of keert, 1,5 jaar eigenlijk niet of nauwelijks 5, 6 wedstrijden achter elkaar gespeeld. Dus dat is ook al een tijdje geleden natuurlijk. Dus ik merk wel dat ik in eindfases van wedstrijden wel redelijk vermoeid ben, maar... Ja, dat gaat steeds een stukje beter. Dus in principe verwacht ik ook niet heel veel problemen daarin nog. Nee. Het was trouwens wel direct geweest als je oud-collega's gisteren iets een beter best hadden gedaan in Breda, hè? Ook voor jullie. ja, die penalty is ook wel een beetje dubieus natuurlijk. Dus, een beetje dubbel gevoel. Maar goed, de eerste ligt er in ieder geval in voor jou, Michiel. Op naar Kerkrade de komende week. Ja, man. We gaan het zien. Succes er in ieder geval mee. En veel plezier met de NBA straks, jongen. Yo, thanks man. Is goed, fijne avond. Yo, hoi. Nou, wel duidelijk. Ja. Toch? Wat jij ook zei. Ja, leuk. De eerste goal gemaakt, ja. Nee, maar ik bedoel meer dat voor hem ook, wat jij aangeeft, als je hem goed wil gebruiken. Jawel, maar precies wat hij ook zegt, het kan natuurlijk niet elke wedstrijd. Ik snap, als je uit naar AZ gaat, dat je dan... Ja, maar Roda? Ja, precies. Nu, vandaag ook ADO thuis, ja. Als je iets, dan, je moet iets pakken. Je kan niet blijven gokken op een puntje. Dat is het. Ik ben bang dat beide trainers gaan zeggen, vooral heel bang zijn om niet te verliezen. Dat zie je vaak bij zo'n wedstrijd. En dat ze allebei de bal niet willen hebben. Ja. Dan kan het wel een hele lange 90 minuten worden. Ik denk dat Roda wel gewoon op dezelfde manier gaat spelen. Die spelen niet zo heel veel anders altijd. Maar de vraag is of Sparta inderdaad met Kramer en Muren durft te spelen uit bij Roda. Ja, ik ben benieuwd of Dick dat durft. Ja. Over ploegen... te spreken die een beetje
nou, ik wil niet zeggen verdedigend, want daar ging het vandaag over. PEC Zwolle tegen VVV. Na afloop was Maurice Stijn een beetje gepiekeerd. Omdat hij kreeg een paar keer de vraag. Jullie stelen, als er een wereldkampioen, deze vraag kwam er. Als er een wereldkampioenschap georganiseerd zou zijn voor punten spelen, dan zouden jullie wereldkampioen worden. Ja, maar dat vind ik zo'n onzin. Ja. Ja, die vraag werd echt gesteld. Het is gewoon typisch Nederlands. Wat geeft dat nou? Daar komen we nooit meer vanaf. Nee. Waarschijnlijk. Ja, misschien met Koeman nu bondscoach die ook iets anders gaat doen, maar... Ja, het was verdedigend. Wij willen allemaal dat VVV lekker gaat aanvallen en dan worden ze 17e. Ja. Ja. Met Promes en Reuzeler op de middenlijn. En weet je wat we dan zeggen? Wat naïef. Ja, wat naïef van die Stijn. Dat hebben we toen bij Dordrecht gezien, weet je wel? Die deden dat wel. Maar ook... Ik las die discussie inderdaad van jou ook, dat ook iemand zei... Ja, ze hebben nu toch 30 punten, daar kan je nu toch gewoon lekker vrij gaan voetballen. Alsof het geen reden uitmaakt. Aan mijn noten. Nee, maar tuurlijk, het was niet om aan te gluren. Tenminste, laat ik het zo zeggen. Je hoopt op een beetje attractief voetbal. Nou, ze gaven er vanaf minuut 1 geen reet om. Nee. Maar uiteindelijk creëren ze wel weer een paar kansen... waardoor ze met een beetje meer geluk die wedstrijd gewoon nog gaan winnen. Ja, en het mooie... Een penalty krijgen? Ik riep ook gelijk op de perstribune, het is penalty. En later toen ik zag met Kastelen... Ja, ik riep het thuis op de bank ook en ik riep het net ook. Als jij twee keer hebt geroepen, dan is het zo. Uiteindelijk scoren ze weer uit een dode spelsituatie. Daar straks meer over. Maar het was niet Clint Leemans, vriend van de show. Maar Vito van Krooi ging achter de bal staan. En na afloop vroeg onze Thomas van der Veen aan Vito. Wat dacht je eigenlijk bij die vrije trap? Ja, ik had het met Clint toch over. En hij vroeg als ik hem wou nemen. Want normaal neemt hij altijd. Dus ik dacht, ik schiet hem over de muur in. En ging die geweldig trend, ja. Wat dacht je toen je schoot? Denk je, die gaat erin? Het gaat allemaal zo snel, dus dat is wel moeilijk te zeggen. Maar ja, ik had er wel een goed gevoel bij. En ja, toen ik hem, meestal als je hem trapt, dan heb je wel een gevoel. En ja, dat zat goed vandaag. Oef je ook veel met Clint of vrij trappen? Is eigenlijk de laatste tijd. Clint doet het al het hele seizoen. Maar de laatste tijd ben ik wel vaker erbij. Dus gebeurt wel, ja. Ja. Kun je veel van hem leren? Ja, hij heeft natuurlijk een geweldige trap, Clint. Dus hoe hij die ballen trapt, zover ben ik nog niet. Maar is onderweg. Hij is onderweg. Het mooie na afloop, Clint Leemans sprak ook mee. Dat je zag bij Boer, dat hij vanuit ging dat Clint hem ging trappen. Ja. Die neemde dat stapje en hij zag er sowieso niet heel lekker uit bij de goal. Maar het was... Ik heb hier minder moeite mee als een keeper zo... weet je, als hij over de muur gaat. Als een keeper zijn mij niet gokt. Dus ik had niet het idee dat hij helemaal in de hoek ging. Nee. Ja. Dus... Maar goed, doet er niet toe. Want eigenlijk het punt, 11 van de 29 goals van VV dit jaar... maakten ze uit, of komen voort uit dode spelmomenten. 4 corners, 4 penalties, 2 directe vrije trappen en 1 indirecte vrije trap. Ja, 38% hebben we uitgerekend. Ja, ik weet niet hoe... Is dat meer dan... Wat zijn andere clubs? Ik weet niet wat dat bij anderen is. Nee, veel minder. Veel minder, ja. Volgens mij stond Ajax en Vitesse gelijk. Vandaag las ik. Wie stond er bovenaan? PSV, geloof ik. Ja. Ja, nee, maar het is meer, want dat is ook Excelsior voor mij. In ieder geval Van der Gaag hamert daar heel erg op dode spelsituaties. Omdat het, ja, je bent een club die minder voor kwaliteit minder hebben. Natuurlijk. Ja. 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 Een paar jaar geleden had je een Franse club, Angers, die hadden tot ver in het seizoen 60% of zo al uit standaard situaties. Maar zo knap. En die hadden voetbal helemaal niks in te brengen. Nee. Maar die eindigde wel mooi in de middenmoot. Kijk nou eens naar IJsland op het EK. Ja. Ja, het is een wapen. En RKC of VVV heeft een fysiek sterke ploeg. Zo, ongelooflijk. En dat doen ze gewoon goed. Ja, volgens mij zeggen, dode spelmomenten ook. Het is een krachtmeting waarbij iedereen relatief gelijk is. Waarbij je als het niveau verschil minder kijken. Ja, waarbij dus het verschil tussen spelers minder aan de oppervlakte komt. Of misschien wel niet. Waardoor jij. Je bent zo als verdedigende partij altijd in het nadeel. Omdat je een heel andere spanning hebt, zeg maar. Van we moeten geen goal tegen krijgen. En als aanvallende partij heb je eigenlijk niks te verliezen. Ik denk dat een amateurclub tegen een BVO de meeste kans maakt om te scoren via door de spelsituatie. Spelsituaties. Ja. Nee, omdat er ook maar één niet op hoeft te letten. En voor een goed lopende aanval ligt er toch iets anders. Dat bij een standaard situatie hoeft er soms maar één iemand niet op te letten. Ja. En je hebt een goal. En bij een goed lopende aanval moet het toch wel structureel wat misgaan vaak. Het veld heel groot. Die jaagt niet juist. Maar hoe in jouw roemrijke carrière, waren er heel veel spelers die na afloop bleven om te trappen? Nee, niet veel. Nee. Ik bleef af en toe nog wel eens, maar dat heb ik ook. Dat was de ene keer weer wat meer dan de ander. En verder, nee, niet echt. En wat het grappige is, bijvoorbeeld hij haalt nu aan Clint Leemans, maar bijvoorbeeld ook Fijk, waarvan ze zei dat hij zo'n goede trap had, hè, bij Excelsior. En toen had Van der Gaag hadden met hem over, dat ze eigenlijk zeiden, denk je ervan? Je moet meer oefenen. Ja, want je hebt een goede trap, maar je moet er meer tijd in steken. Ja, is het ook. Ja.
en dat is misschien ook wel een wijs les voor het Nederlands voetbal. De ontwikkeling daarvoor. Dan de voorspellingen. Bijna hadden we hem. 3 gelijke. Maar Jean-Paul Rizon. Altijd weer dwars. Niet voor het eerst bij FC Afkikken de spelbreker. Oh, ik doe niet anders. Ik doe het er ook om. Waarom wint MVV van Fortuna, Jean-Paul? Ja, dat is een derby, Niel. Dat is een wedstrijd op zich. Of heeft Sjoel een... Kijk, Fortuna gaat natuurlijk niet meer zo lekker. Nee. En MVV, dat boekt de laatste ook nog een knappe uitzege bij Cambuur. Ja. Dus ik zie die wel winnen daar. Okay, want, dat net als vorig jaar. We hadden het over de play-offs. Fortuna, Roda zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, je hebt Roda en MVV, had je... Ja, toen met die jongen met die bivakmuts. Die over ze zijn nog aan puinruimen, ja. Roda en MVV ook. Valencia is een appeltje-eitje, Jean-Paul? Zeker niet, maar dit zijn wel twee. Dit werd geloof ik. Dit werd in de heenwedstrijd 3-6. Ja. Okay. Voor Valencia. Dus het zijn de twee leukste ploegen van Spanje om naar te kijken, ja, momenteel. En dan de special bet. Jong PSV tegen FC Emmen. Wie wint de wedstrijd met handicap 1-0? Nou, Super League expert. Voor mij niemand. Nee? Dus een gelijkspel. Kunnen we een draadje worden? En wat? Een draadje. De quote voor Jong PSV is trouwens 1,41. Oh, gelijk 4,34 en uit is 4,99. Nee, maar dat heb ik in mijn hoofd zitten. Dat is me net verteld door jongens. Maar Emmen kan voor mij de periode pakken, toch? Nog niet, volgens mij. Voor mij nog 2 wedstrijden. Nee, nog 3 zelfs, volgens mij. Oh, dat kunnen ze niet. Emmen moet er nog 3. Oké, staan in ieder geval heel goed voor. En, Jong PSV. Maar Jong PSV wint? Ja, dit is natuurlijk... ik denk dat Toto hier het meeste geld verdient. Ik had hem vandaag met ook dit goed, hè? Vitesse Ajax. Met de handicapje? Uiteraard. Vitesse. Oké. Nou, dat was hem alweer voor vandaag. Morgen FC Buitenland. Zeker. Met die Eurosport-commentator, hè? Met die Eurosport-commentator. Die was hartstikke leuk gisteren bij Napoli-Roma. Heb jij die 1-1 gezien? Ja. Hij wel. Hij ziet hem. Hij zegt, hij zit erin. Ja. Terwijl David Ent, die zit gewoon door te kletsen. Ja. Roma scoorde de 1-1. Hij zit erin, zegt Jordi opeens. David zat minder in de verhaal, à la zie het, ja, zeg maar. Ja. Nee, maar Jordi had ook al trouw voor de aftrap al alle 3 de Turkse clubs genoemd. Heel het goed. Istanbul de grootste, dus dat was leuk om te... Natuurlijk wel heel triest nieuws in Italië. Ja. Dat is dan natuurlijk ook wel... aanvoerder van Fiorentina, doodgevonden in bed. Ja. Ja. Sneu. Heel sneu. Maar wel, dat is natuurlijk wel Serie A natuurlijk bij jullie voor morgen. Gigantische misser gaan we laten zien bij Spal Bologna. Ja. En natuurlijk Napoli-Roma was fantastisch. En we hopen zometeen weer 8-8 bij Valencia Betis. Dat zou heel mooi zijn. En Engeland natuurlijk, hè? Er was een kraken vandaag, maar je hebt hem ook wel zitten kijken, toch? Ik heb een stukje gezien helaas. Chelsea kon niet. En, City vond het wel prima. En Petr Cech. Ja, ja. De grote vraag nog, die ik eigenlijk aan het begin wilde stellen. Die had natuurlijk een fantastisch verhaal over het scheidsrechterskorps. In ieder geval over 1 scheidsrechter, Makkely. Er is veel ophef over geweest. Binnenkort weer zo'n primeurtje. Er moet nog even wat aandienen. Maar dat is er altijd. Maar er speelt wel wat. Klein beetje. Klein beetje, klein beetje. In ieder geval dank. Top dat je er was. Jean-Paul, dankjewel. Ja. Voor het eerst in zijn maand. Hey, ik heb me uitermate, en jij trouwens ook, gemaakt met het biathlon. En dat is hartstikke leuk. Goed heb ik geleerd. Ja. Goed dat jullie er was. Kees, tussen al je werkzaamheden bij Fox hopen we dat je nog ook op de zondagavond het ritje Volendam-Amsterdam nog een paar keer wil maken. Ja, dat moet wel lukken, toch? Oké, okay, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En er is natuurlijk nog veel meer FC afkijken, wilde zeggen. FC afkikken deze week. Graag tot een volgende keer. We'll be right back.